het hoogste punt van de kop van West. Nou, een mooie hoogte en een mooi overzicht boven. Ja, het is prachtig. We zijn net boven geweest, maar als je dan naar de molen kijkt, dat is een heel mooi gebied met heel mooie woningen hier. Ja, en zo heb je een mooi zicht over Ommen. Dat is voor een bestuurder altijd goed. Zicht over en zicht op Ommen. Nee, het is prachtig. Bovenop, ja, ik denk niet dat het voor iedereen is, maar ik gun iedereen wel zijn uitzicht als ik eerlijk ben. Ja, de kop van West een aanwinst voor Ommen? Ja, dit maakt deel uit van Haven West, zoals ze dat noemen. En de aanbouw van dit appartementencomplex, dat is het laatste. Dus nu het hoogste punt bereikt is, is dat ook een heel feestelijk moment dat dit bereikt is. En daarmee wordt ook het project Haven West afgesloten in die zin. Dit wordt afgesloten, maar er beginnen er ook weer wat binnenkort. Dat is helemaal waar. En dat denk ik bijvoorbeeld aan de Vlierlanden fase 2. Maar het is ook Haven Oost wat in herontwikkeling gaat. En niet te vergeten natuurlijk het mogen en kunnen bouwen in de kleine kernen en dorpen. Zoals gisteravond in de raadscommissie ook Witharen fase 2 is voorgesteld. En dat de raad zegt geef het maar vrij ter inzage, zodat dat ook in de besluitvorming kan. Ja, maar dat kan weer volop gebouwd worden. Volop is een heel groot begrip natuurlijk, maar we mogen bouwen naar de behoefte, daar waar behoefte aan is, in de gemeente Ommen en de provincie die ondersteunt het ook. Ja, waar is behoefte aan? Hier is behoefte aan, we zeggen altijd passende woningen, dus voor verschillende doelgroepen. Dus we hebben het soms ook over een wooncarrière, hoe is de doorstroming naar de verschillende woningen. Ik weet dat er nog heel veel behoefte is in de gemeente Ommen voor doelgroep starters. Ook daar kijken we heel bewust nog naar, ook voor ouderen in de zin van passende woningen met het oog op eventuele zorg later. Ja, en dat is best wel ingewikkeld om altijd naar te kijken. Vooral starters, want die hebben vaak wat minder financiën, dus het moet wat goedkoper. Ja, en dan lijkt me dit niet echt voor starters. Nee, dit is niet een appartementencomplex voor doelgroep starters. Maar iedereen die hier komt, die laat ook weer een woning achter. En dat is ook in de wooncarrière de doorstroming, zoals ze dat zeggen. Dat is ook heel belangrijk. Dat moet er ook zijn. Ja, kijkt u van uw werkkamer uit op de kop van West? Ja, maar wel. Als ik over mijn bureau kijk, dan kijk ik hierop uit. Ja, maar dat betekent ook dat de mensen die hier straks wonen bij u op het bureau kunnen kijken. Oh, dat is prima. Dan moeten ze ver kijken. Maar we hebben niks te verbergen op het gemeentehuis. Goed, prima. Maar nog meer van deze projecten. Dus we zien u binnenkort nog een keer weer met een opening. Of dat het tot stand komt. Ja, en ik vind Ommen is ook groen en ruimte. En dat is hier ook zo. Waar het gemeentehuis staat en dit project. Er zit voldoende ruimte tussen. En we blijven altijd letten op de ontwikkeling. Op de vraag die nodig is. En dat moet je tijdig voorbereiden in het bestuur. Want ook aan dit project is jaren voorbereiding aan vooraf gegaan. Zo'n feest als vanmiddag, dat is maar gauw gevierd in die zin. Maar er zit echt heel veel denkwerk, tekenwerk en natuurlijk de bouw zelf aan. Ja, maar dan staat er straks ook wat. Dan hebben we ook wat in Ommen. En in Ommen wordt hard gewerkt op heel veel fronten. Dit is het einde van het project, ook het einde van de werkzaamheden in Ommen? Nee, zeker niet. Onlangs hebben wij nog de media gehaald met de aankoop van de oude HEMA. Midden in de stad van Ommen. En daar zijn we druk bezig met de ontwikkeling. Ja, dus jullie gaan door. Maar hier is een prachtig project geregeld, neergezet. Dus dat betekent dat Ommen tevreden over jullie is. Ik hoop het. We hebben hier in de afgelopen 7 jaar 99 woningen kunnen realiseren. Het mooie aan het plan is dat één, we rekening hebben gehouden met de molen. Zoals je net boven kon zien is de molen echt wel onderdeel geworden van de wijk. En twee, hebben we heel veel woningen kunnen ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. We hebben hier heel veel levensloopbestendige woningen kunnen ontwikkelen. We merkten toch tijdens de ontwikkeling dat er heel veel vraag naar was. Nou ja, achter mij ziet u het appartementencomplex. Het appartementencomplex bestaat uit 13 appartementen en 6 stadswoningen. Dus ook daarin is weer hebben we proberen te voldoen aan verschillende doelgroepen. We hebben wat kleinere appartementen gemaakt, wat grotere penthouses, nou ja, en deze woningen. Maar wat is het specifieke aan dit gebouw? Het specifieke aan dit gebouw? Wat ik net benoemde, het is voornamelijk een mix voor verschillende doelgroepen. En het is het slotstuk van de wijk, dus zo zien wij het ook wel. Ja, is het duurzaam? Ja, het voldoet aan alle duurzaamheidseisen die op dit moment worden gesteld. Gasloos? Nee, gasloos is het niet. Deze hele wijk bestaat nog op gas. Dit is voor de tijd ontwikkeld dat de eis werd gesteld om gasloos te gaan bouwen. Dus ja, gas is er nog wel. Maar we voldoen wel aan zonnepanelen op het dak. Lage energie, dus een lage EPC-eis. Ja, en straks, je zei het al, wat nieuwe projecten in Ommen, die gaan wel gasloos? Ja,
Ja, dat is tegenwoordig de eis, hè. Dus alle projecten die wij vanaf nu ontwikkelen, die zijn gasloos.